Video van Bonstar. Het is een beetje een praatvideo vandaag. Ik wil jullie uitleggen wat er met snuffel gebeurd is, omdat ik dat wel belangrijk vind en omdat snuffel ook heel vaak in onze video's kwam in onze vlogs. Um, de 25ste maart um, in de avond uh, heb ik de konijntjes nog eens uh, buiten gestoken. Ze mogen altijd buiten spelen samen, uh, genieten. Um, en Dat was dus ook nu niet anders. Dus ik heb ze dan allebei buiten gestoken. Maar helaas, um, ja, ze zijn beginnen vechten met elkaar. Waarom, de reden, dat weet ik eigenlijk niet zo goed waarom ze hebben gedaan. En um, doordat ze dan beginnen vechten zijn, heb ik ze uit elkaar moeten uh, ja, halen. Ik heb dan um, Snuffel meteen naar binnen gehaald. Um, toen had ik nog geen vermoed dat er iets aan de hand was. Uh, het was eigenlijk maar een paar minuten later dat uh, Snuffel um, terug naar het raam wilde gaan om waarschijnlijk terug naar buiten te gaan dat ik zie dat hij echt wel mankt aan zijn pootje en echt wel manken, manken, manken. Het eerste natuurlijk is dat je natuurlijk, ja, je bent natuurlijk te flippen. Omdat ik zelf niet naar buiten mocht wegens corona uh, begin je natuurlijk een beetje te, ja, panikeren. Uh, dus wat heb ik gedaan? Ik heb dan uh, de dierenarts gebeld. Helaas, de dierenarts was niet te bereiken. Dan heb ik uh, opnieuw gebeld aan de dierenarts, uh, maar die was helaas niet meer. Dan heb ik nog drie andere dierenartsen gebeld, ik heb ook naar de spoed um, Dierarts gebeld, maar ze zijn peveren, dus dat was iets te ver om er te geraken. Um, dus uiteindelijk had ik besloten om terug een andere dierenarts te bellen, dat is uiteindelijk dan gelukt, dat is een heel lieve meneer geweest in de Dalstraat, die heb ik dan uiteindelijk kunnen bellen. Um, dan was er nog maar één ding dat je, ja, natuurlijk restte, dat was natuurlijk uh, zo rap moeilijk een bakje vinden. Om dat beestje in te steken. Want ja, je kunt natuurlijk niet zomaar een beestje meepakken. Uh, doordat ik zoveel uh, panikeerde en dacht van oh, dat moet er snel gaan, vond ik geen bakje. Heb ik uiteindelijk besloten om snuffel in de rustzak te steken. En de rustzak dan aan het zo mee te nemen, eigenlijk uh, aan de fiets. Um, eens er aangekomen, uh, zei die meneer van Kijk, um, ik ga die meteen een uh, spuitje geven tegen de pijn. Um, en dan gaan we verder zien wat er aan de hand is. Dus die heeft hij dan volledig onderzocht en zo. Hij zei ook, de operatie is 150 euro. Uh, dat was allemaal geen enkel probleem. Uh, die, dat bezig alle al liefde van de wereld. Um, dus we keken dan, uh, heeft hij dan beginnen scheren en alles. Uh, en hoe meer het hem om te scheren om zijn haartjes eraf te doen, uh, hoe meer dat je eigenlijk doorhad dat er um, ja, dingen mis was. Die wonden die werd erger, die was groter, die zag er erger en erger uit, die zag, het, die zag er gewoon niet uit. Uh, en je begint natuurlijk ook wel een beetje te realiseren, van, komt dit wel goed, omdat Snuffel al een paar keer een operatie had, had. Um, ja, En na een tijdje um, komen het besef wel van, ja, heeft de operatie nog wel zin, ja of nee. Ik heb het dan ook heel gevraagd aan hem, van, ja, is de operatie um, nog wel nodig um, of niet, uh, wat denk jij was de beste beslissing? Want je wilt een dier natuurlijk ook niet laten leiden dat wilde ook niet doen. Dus uh, hij zei dan van, ja kijk, uh, als ik echt eerlijk ben, dan denk ik niet dat wij die kunnen redden, omdat hij te weinig vel had voor over zijn, uh, ja, zo ja, aan zijn pootjes. Dus die, dat pootje zo, um, was heel het vel eigenlijk helemaal weg. En dat was echt wel een groot, ja, deel, nu had het is mijn hand, maar Um, en hij zei, ja, het is misschien toch beter dat je die laat inslapen, want als we dat dan uh, proberen om te naaien, dan sta je de volgende keer terug, omdat het hij niet genoeg um, vel heeft om dat te kunnen herstellen. Dus ja, dan was het even nadenken. Ja, je denkt eerst van, oh, ik wil dat beestje wel bij mij hebben, ik wil dat redden. Maar ja, heel snel ja, de beslissing in je hoofd moeten maken... En ik zei: Oké, okay, ja, dan, dan laten we dat beestje inslapen. Uh, en ja, dan zijn er natuurlijk de traantjes gekomen. Jullie hebben de beelden ook kunnen zien als jullie de foto's hebben gezien van Snuffel. Uh, de traantjes zijn ook meteen gekomen, meteen afscheid genomen, nog een foto's samengemaakt. Um, ja, sta je dat gaat zo snel dat je er eigenlijk bij niet bij stilstaat, eigenlijk. Um, ja, dat was echt een heel moeilijk moment, omdat je niet wilt dat dat beestje natuurlijk van u weg wordt gehaald. Um, dat was een heel moeilijk moment. Dan zijn we thuis gekomen. Uh, en dan, ja, dan denk je verder na. Dan denk je wel van. Um, wat nu met Muffin? Wat nu met dat beestje? Dat is nu helemaal alleen. Uh, hoe gaan we dat oplossen? Um, voorlopig. Ik ga het eerlijk toe. Voorlopig. Um, nee, voorlopig komt er geen tweede konijn bij. We gaan Muffin en Christeltje, die heeft eigenlijk wel een vriendje eigenlijk. Het is niet dat hij hier helemaal alleen zit. Uh, dus voorlopig, nee, komt er geen tweede konijn. Uh, gaan we het voorlopig zo doen. Um, en uh, ja, we zien wel wat de toekomst brengt natuurlijk. Maar voorlopig geen tweede konijn. Um, dus uh, ja, dat is een beetje het verhaal. Moesten er dan nog vragen rond zijn, mocht je die gerust achterlaten in de comments. En dan verwerken we die wel een video. Uh, Hopelijk vond je dit een leuke video. Zeker thumbs omhoog. Vergeet niet te abonneren. En morgen zijn we weer. Alleen of overmorgen.